Hey, leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Manon en ik maak video's over leven met een beperking. Want ik heb niet aangeboren hersenletsel en ik zit in een rolstoel. Vandaag neem ik jullie weer mee op pad, want ik ga iets heel spannends doen. Al een aantal jaar heb ik de grote droom om in mijn eentje op vakantie te gaan. Omdat ik in het dagelijks leven best wel afhankelijk ben van andere mensen voor mijn verzorging en allerlei hulpdingen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het is om in mijn eentje op vakantie te gaan en wat je dan doet en hoe dat voelt. En ik vond de stap om in mijn eentje in het vliegtuig naar Spanje te stappen wel heel erg groot. Dus daarom ga ik het iets dichter bij huis proberen. Ik ga namelijk een paar dagjes naar een bed & breakfast in Zeeland. En ik zal jullie straks veel meer over vertellen. Maar het leek me een mooi experiment en een avontuur om jullie in mee te nemen. Dus laten we snel gaan. Nou, ik zit in de auto. Het was een hele volksverhuizing. Achter me mijn rolstoelen, mijn hamburgerrolstoel en mijn elektrische rolstoel. Maar met de elektrische rolstoel kan ik lekker buiten zelf op pad. En hier naast me mijn koffer. Ik heb Stijn's koffer geleend. En mijn toilettas. Want die passen er niet meer in. Echt een vrouwen ding, hè? Maar ik ga nu rijden. Tijdens de rijden kan ik natuurlijk niet filmen. Dus ik zie jullie zo in Zeeland. Nou jongens, ik ben aangekomen in Zeeland. En het is hier super mooi. Ik zit lekker in het zonnetje. En het landschap hier is zo mooi, zo ruim, zo groen. De reis hier naartoe was al echt een feestje. Door de corona heb ik echt helemaal niet meer zo vaak zo'n grote afstand gereden. Dus, en ik heb het nu gewoon in mijn eentje gedaan. Ik ben echt super trots op mezelf. Ik logeer bij Bed & Breakfast Beekerken, vlakbij Middelburg en het strand van Zoutelanden. En ik zal nu even de kamer laten zien. Daar wonen de eigenaren. En hier is de bed & breakfast. Hier ga je naar binnen. Het is een heel klein drempeltje. En dan heb je hier verschillende kamers. En ik logeer in kamer Mi. De eigenaren hebben net de hele kamer verbouwd voor mij. Hier staat mijn bed. Hier ga ik slapen. En hier achter de deur hebben we mijn elektrische rolstoel neergezet. En kan je wat kleding ophangen. En mooie ramen, dat je lekker naar buiten kan kijken en genieten van een mooie uitzicht. En dan hebben we hier nog een bed. Het tafeltje hebben we even hier neergezet, zodat ik er goed bij kan. De stoelen hebben ze in de schuur gezet. En daar is de aangepaste badkamer. En hier nog een aanrechtje met een koelkastje en servies en een waterkoker, koffiezetapparaat. Super! Ik zal nu nog even de badkamer laten zien met de aanpassingen. Dit is de badkamer met een toilet, twee beugels, eentje aan de muur en de ander is vrij, zeg maar. En de douche, ze hebben ook een speciale douchestoel. Die wordt nog even neergezet voor mij. Want op de kruk heb ik niet zo goed evenwicht. En hier mijn wastafel en spiegels. De wastafel is in hoogte verstelbaar. Maar dat lukte net niet helemaal. Dus daar gaan ze vanavond nog even naar kijken. En ik kwam deze Bed & Breakfast dus tegen op de Facebookpagina van Ilke Droomt. Want ik speelde al een tijdje met het idee om een keer in mijn eentje op vakantie te gaan. En toen kwam ik dit tegen en toen dacht ik, hey, misschien is dit wel een optie. Want ik vind het toch ook wel spannend, waardoor bij mijn beperking heb ik zorg nodig. Maar deze eigenaresse is verpleegkundige
En die biedt dus ook hulp bij ADO-assistentie aan. Dus ik dacht, nou, dat is een enorme kans. Dus ik heb haar een e-mail gestuurd met de vraag of ze mij zou kunnen helpen. En dat kon. Dus ik ben nu 4 nachtjes hier om uit te proberen. En als het bevalt, dan ga ik dat natuurlijk vaker doen. Ik ben hier vooral naartoe gegaan voor een soort van workation. Ik wilde heel graag even een plekje waar ik gewoon lekker in alle rust kan editen en boekjes kan lezen. En deze week wordt het ook nog eens heerlijk weer. Dus ik tref het enorm. Vanmorgen vond ik het enorm spannend. Ik twijfelde serieus om het toch af te gaan zeggen. Omdat ik het gewoon niet durfde. En nu ben ik heel blij dat ik hier ben. We gaan er gewoon een toffe week van maken. En we zien wel wat het gaat brengen. Het is vandaag dinsdag. En ik heb heerlijk geslapen vannacht. Het is hier zo stil. En je hoort alleen de vogeltjes. Zoals hier op de achtergrond. Super gezellig. En de kamer is echt heel fijn. En Lilian heeft me vanmorgen geholpen met aankleden. En het ging allemaal prima. Ik bedacht me dat ik nog helemaal niet had laten zien hoe het er van buiten allemaal uitziet. Hier is dus de bed and breakfast, de kamers. Hier voor de bed and breakfast hebben we een picknicktafel. Kunnen we lekker zitten. En als we dan hierheen gaan, hier is mijn kamertje. En dan kom je hier aan de voorkant. En dan hebben we hier de parkeerplaatsen. En dit is Dias, lieve hond. En mooie paarden. Het is hier echt prachtig. Ik ben weer even in de auto gestapt. Het is niet super lekker weer vandaag. En ik merk dat ik best een beetje moe ben. Ik moet nog heel erg wennen. Aan deze trip. Ik merk gewoon dat als ik samen met Stijn of met mijn moeder op vakantie ben, dan onderneem je sneller dingen. En het is natuurlijk ook niet echt ideaal weer om nu lekker buiten een boekje te gaan lezen. Dus ik heb besloten om toch even op pad te gaan met de auto. Ik denk dat ik even naar Zoutelanden ga en kijk of ik daar ergens even wat kan drinken of wat er te zien valt. Laten we gewoon even gaan kijken. Ik heb geen flauw idee waar we uitkomen, maar misschien het wel. Het is echt mooi hier. Jongens, ik zie de zee. De zon kan schijnen. Yes, yes, yes. Ik ben even op het terras gaan zitten voor een kopje thee om op te warmen en een Zeeuwse bonus. Ik ben heel benieuwd. Ik wilde heel graag dichter naar de zee toe, maar ook al zijn de hellingen over het duin zo stijl. Dus ik ga het zo meteen nog een keer proberen. Want ze eerste hier even doorverwezen naar een plek waar het hopelijk wel kan. Dus daar gaan we zo meteen nog even naartoe. Jongens, kijk, ik loop te zoeken en ik zie denk ik dit woord. Nu gaan we goed. Dit is wel echt heel mooi. We zijn nu een paar uur verder en ik zit lekker in mijn kamertje met een kopje thee. Ik heb gisteravond en vanavond lekker bij de eigenaresse meegegeten. Samen met haar man en haar zoon. Super gezellig. Ik ben op dit moment super moe. Maar dat mag ook wel. Maar ik heb een super leuke middag gehad. Ik had van tevoren natuurlijk een beetje opstartproblemen. Maar ik ben super blij dat ik vanmiddag in de auto ben gestapt. En ik was eerst een beetje verkeerd gereden. Ik kon niet zo dicht bij de zee komen. En daarna ben ik nog even het centrum van Zoutelanden ingereden.
En daar was toch wel wat meer te beleven. Ik heb denk ik uiteindelijk een half uur op de dijk gezeten. En alleen maar naar de zee zitten kijken. En naar alle mensen op het strand. En ik was daarna helemaal rustig. En gek genoeg had ik heel veel energie. Ik heb allemaal leuke plannen gemaakt. Voor morgen en overmorgen. En maar eerst even lekker slapen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag, toch? Ja. Ik ben de dagen al helemaal kwijt. Dit is Lilian, de eigenaresse van Bed & Breakfast. En die heeft mij vanmorgen geholpen met douchen. En hoe vond je het om mij te helpen? Ging prima hoor. Ja, zeker. Je merkt wel dat Lilian echt gewoon de skills heeft om mensen te verzorgen, de handigheidjes. Dus dat is echt heel fijn. Want je hebt jarenlang ervaring in de zorg, toch? Ja, zeker. Ik werk al heel lang in de zorg. En super, super bijzonder eigenlijk dat je dit aanbiedt. Want het is best wel uniek. Een verblijf met mogelijkheid van zorg. Dus ja, graag gedaan. Ja, super. Het leek me ook een heel leuk idee om jullie zo te helpen. Ja, ja. Nou, zeker. Ik denk dat er heel veel behoefte aan is. Ik heb weer een super lekker ontbijtje. Zo uitgebreid. Heerlijk. Ik ben echt zo aan het genieten van deze week, jongens. Het is echt heel fijn. Eigenlijk voelt het nu een beetje zoals vroeger. Toen ik door de week op kamers woonde tijdens mijn studie. De kamer is ongeveer even groot. En de badkamer is even groot. En brings back memories, zeg maar. Maar wat ik verder vandaag ga doen. Ik denk dat ik even naar Middelburg ga. Een van mijn volgers had hele leuke tips doorgestuurd via Instagram. Dus ik denk dat ik daar even een kijkje ga nemen. Nou, we zijn aangekomen in Middelburg. En ik heb een parkeerplek gevonden, eindelijk. Het was even zoeken. Maar alles is ongeveer 10 minuten van de Bed & Breakfast af. En nu gaan we op zoek naar de winkels. Het is hier echt super mooi. Ik heb onderweg allemaal mooie huisjes gezien. En allemaal oude gebouwen. Het is echt super gezellig. Even lekker gaan zitten in het zonnetje. Ik heb niet zoveel gekocht, alleen nieuwe douchegaan, want die was opgegaan. Het kwam me trouwens wel op hoe toegankelijk Middelburg is. Ik kon alle winkels in en ik heb geen drempels gezien, dus dat was super. Kon ik echt niet meer staan. Oh, lekker roomijs met rode vruchten. Ga ik van genieten. Ik ben weer in mijn kamertje in de Bed & Breakfast. Ik heb een hele leuke middag gehad. Ondanks dat ik niet zoveel gedaan heb. Gewoon lekker rondgestruind. En ik pak nu nog even gauw mijn koptelefoon. En ik ga nog even buiten mediteren. Want het is helemaal niet koud en super stil. Dus ik neem het er nog even van. Het was een hele leuke middag. In mijn eentje dineren vond ik wel een klein beetje awkward. Want de serveerster reageerde heel verbaasd
dat ik alleen was. En andere gezinnen die waren ook wel aan het kijken naar me. Maar eigenlijk had ik er zelf helemaal geen moeite mee. Ik vond het allemaal super fijn. Dus vanavond weer even lekker relaxen. En morgen weer een nieuwe dag. Hallo lieve mensen, het is vandaag donderdag en het is al in de middag. Ik kon vandaag een beetje weer moeilijk op gang komen. En ik zou het ook niet erg vinden om een dagje bij de Better Breakfast te blijven. Ik heb mijn laptop bij me, dus ik kan ook lekker op mijn laptop werken. Maar dat ga ik vandaag niet doen, want morgen ga ik alweer naar huis toe. Dus ik wil nog wel wat zien van de omgeving. En het is super lekker weer. Het zonnetje schijnt. Het is niet super warm. Ik ben blij met mijn jas. Maar ik ga nu op weg naar Veren. En volgens de eigenaren hier schijnt dat een super mooi stadje te zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik weet niet of je dat geluid hoort op de achtergrond. Maar bij de boerderij aan de overkant zijn ze aardappels aan het inladen. Daar zijn ze gisteravond mee begonnen. En vannacht even gestopt voor de herrie. Maar vanmorgen is het gewoon weer doorgegaan en ze zijn nu nog steeds bezig. De meeste mensen lopen hierheen naar het centrum. Maar ik denk dat ik even ga omrijden, want deze hellingbaan is al heel snel. Dus dat waar ik met de auto vandaan kwam, dat ziet er beter uit. Dinner with a view aan de haven van Veren. Het is zo mooi hier. Ik ben weer terug in de Better Breakfast na een heerlijke middag in Veren. En net op weg van het restaurant naar de auto merkte ik dat ik een beetje emotioneel werd. Het is gewoon een hele bijzondere week voor mij. En het is niet alleen een hele leuke week, maar ook gewoon voor mijn persoonlijke ontwikkeling een hele bijzondere week. En voor mijn zelfvertrouwen. En ik heb gewoon heel veel persoonlijke doelen behaald deze week. En een hele mooie ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen paar dagen. En ik merk dat ik het ook best wel ongemakkelijk vind om 's avonds in mijn eentje uit eten te gaan. En zelf vind ik het niet eens zo ongemakkelijk. Ik merk meer dat bijvoorbeeld de ober of de serveerster, dat die het een beetje vreemd vinden dat ik dan alleen ben. Net met de ober raakte ik even in gesprek en over mijn verhaal. En hij werd daar best wel emotioneel van. Maar voor mij is het gewoon mijn verhaal, wat ik heb meegemaakt. En ik heb dat verhaal 100 keer verteld. En natuurlijk is het bijzonder, maar ik word er niet meer emotioneel van. Maar blijkbaar is wat ik doe nu deze week wel heel bijzonder. En ja, dat raakt me gewoon. En met de zonsondergang en de prachtige natuur en het prachtige plaatsje. En ja, ik werd gewoon helemaal even overmand door geluk en dankbaarheid en dat ik dit mocht doen. Maar verder heb ik echt een wisselende dag gehad in Veren. Het is een super mooi plaatsje waar je zeker een keer naartoe moet gaan. Maar het is totaal niet roze toegankelijk. Alle winkeltjes, ik kan er allemaal niet in. Het zijn allemaal trapjes en drempels. En de rondvaartboot zag er wel toegankelijk uit. Dat heb ik niet gedaan, maar
misschien een volgende keer. Er waren ook heel veel hobbelige steentjes en ja, het is een prachtige oude plaats. Op een gegeven moment was ik helemaal door elkaar geshaked en toen was ik het zat. En uiteindelijk kwam ik dus bij dat mooie restaurant bij de haven uit en het was super luxe en misschien wel wat te duur, maar ach. En de setting was gewoon echt helemaal perfect. Het kon niet beter vandaag. Dus ondanks de niet zo goede toegankelijkheid heb ik toch een hele mooie dag gehad. Ik ben wel super moe nu. Dus ik ga lekker mijn pyjama aandoen. En in bed nog even lezen. En dan morgen weer naar huis. Goedemorgen lieve mensen, het is vandaag vrijdag en na net weer een heerlijk ontbijtje op te hebben, ben ik nu klaar om naar huis te gaan. Ik heb echt, dat hebben jullie vast al gezien, ik heb hele fijne dagen gehad hier in Zeeland. Mede dankzij de gastvrijheid van Lilian en haar lieve gezin en alle hulp en ja, deze paar dagen hebben me zoveel meer gebracht dan dat ik van tevoren had durven hopen. Naast alle mooie dingen die ik gezien heb en de mooie herinneringen die ik heb gemaakt, heeft het me ook weer heel veel geleerd over mezelf. Dus dit was zeker voor herhaling vatbaar en ik ben zo blij dat ik dit gedaan heb. Ik zal al mijn tips van deze week nog even in een blog zetten op mijn website, zodat je het rustig na kan lezen. En ik wil jullie voor nu heel erg bedanken voor het kijken en laat een leuke reactie achter hieronder. En doe een duimpje omhoog. En abonneer je even op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je heel graag bij de volgende video weer. Doei doei!